mensen, mijn naam is Dylan. Welkom terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomizer in de niet-Pokémon Superweek. Want de Pokémon Superweek is voorbij, maar ik had helaas mijn serie niet afgemaakt. Ik had wel beloofd dat ik het zou doen, dus we gaan gewoon verder met de serie natuurlijk. Degene die de hele Pokémon Superweek gekeken hebben, maandag tot met vrijdag was het. Mijn excuus dat ik zaterdag en zondag geen Pokémon gedaan heb, want ik was het gewoon vergeten. En ik had de verjaardag en de dag erna was ik naar First Look gegaan. Ik was vergeten het up te loaden. Mijn schuld, super dom. Wat weet ik. Het spijt me. Ben je niet boos op mij en niet huilen. Het komt allemaal wel goed hoor, schatje. Goed, in ieder geval. Vorige keer in de Pokémon Emerald Randomizer. In de toenertijdse Pokémon Super Week. Heb ik de vijfde badge verslagen. Als het goed is. Even kijken. Fortress City. Ja, de vijfde badge waren die lucht Pokémon. Dus nog twee te gaan. Zesde badge al. Holy shit. Ik heb er al zes, man. Nummer twee te gaan. De zesde badge verslagen. Oh, je vijfde badge is natuurlijk mijn pa. Dus de zesde badge verslagen, holy moly man. En ik moet nog twee badges te halen en dan ben ik klaar. Goed, in ieder geval, ik ga hier naar beneden toe en ik ga kijken waar ik heen moet. Vanaf 4 weet ik het niet meer zo goed, want ik heb Emerald wel veel gespeeld vroeger. Maar tot een beetje, tot en met dit punt. Oh, wacht, hier is zo'n Kecleon. Die in de weg zit en die kan ik met die Demonscope kan ik hem weghalen. Ondertussen heb ik eventjes een koffie weer erbij, hij is wel bijna leeg. Maar ik heb wel een nieuwe mok, kijk. Death Note mok, gekocht op First Look. Hartstikke tof, voor een tientje, dus ik was er blij mee. Ja. Eigenlijk mijn eigen mok. Maar in ieder geval, Thunderpunch die motherfucking Kecleon. Pak die fucking Kecleon aan. Pak hem aan, Yellow Star. Hij is nu Electric type. Nou, Thunderpunch hem. Oh, niet meer effective, hè? Dat is kut. Nou, Quick Attack twee keer, dan is hij dood. Bab, 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 bab. Oké, top, hij is weg. Want ik hoef hem niet te vangen. Heb ik een nestbal gevonden, want volgens mij moest ik ook iets doen voor die Wally. Voor die trainer Watson heet die. Dus ik ga kijken wat ijs hier in het water over. Oh, what the fuck? Meteen een Pokémon. Holy shit. Slake off. Ik weet niet, man. Ik wil misschien een keer een slaking hebben. Maar hij is een normal type. En ik heb geen normal types. Ik weet niet, man. Ik vind Gajeel niet zo heel erg tof. Ik weet het niet. Ik ga hem niet vangen. Het spijt me. Hey, what the fuck? Ik heb een godje hier al. Huh? TML, sunny day. Nou, niet dat ik hier heel blij van word. Jesus. Ik dacht, oh, wat vet. Dat wist ik niet. Dat is niet de bedoeling. Ik dacht dat ik hier gewoon kon chillen. En hier iets moet doen voor die Watson dus. Ja, goed. Dan gaan we hier naar beneden toe. Hier kwam ik toen Steven tegen. En die gaf me fly. Hey. Oké, wacht. Dat is een fek. King veel trainers hier. Ik heb geen zin om met die trainers te vechten. Dus we gaan lekker door het gras heen. Misschien vind ik nog een awesome Pokémon. Oh, die Suicune moet ik nog vangen. Ik weet waar die is. Dus waar die te vangen is. Dus misschien ga ik hem nog vangen. Maar dan moet ik wel even een soort betere Pokéball hebben. De Ultra Balls moet ik hebben. Oké, okay, nou, we gaan gewoon door het gras. Oh, hier is nog zo'n Kecleon. Rot is op, man. Een Nugget. Oké, okay, de Nugget heb ik. Hier, mooi. En dan moet ik hier naar beneden. Denk ik. Zo. Eens even zoeken. Ik denk dat ik hier wel goed zit. Wat is hier dan? Het ziet er een beetje te gek uit om hier niks te kunnen hebben. Oh, hier zijn van die geheime locaties waar je een eigen basis kan bouwen. Dat is wel gaaf. Oeh, een Absol. Absol is cool, maar ik ga hem niet vangen. Alright, gaan we weer. Snel het water in het gras in. Oh, mooi. Een Hyper Potion. Nice. Potion moet ik ook wel hebben, want ik weet niet wat de 7e gym is. Wat zou het zijn? Vuur? Nee, vuur heb ik al gehad. Gras, misschien. Ghost. Volgens mij Ghost. Of Psychic. Het is Psychic, volgens mij. Ik weet het niet meer, jongens. Goed. Stop. Gamer, kijk je op mijn prachtige Pokémon. Oké, okay, ik ga kijken naar jouw prachtige Pokémon. Wat moet je nou weer? Oké, okay, goed. Beauty Jessica. Oh god, ze vindt zichzelf heel lekker, dus blijkbaar. Nou, een Kecleon. Ik heb al genoeg Kecleons. Pak slagen geven. Thunder Punch. Hoppa. En dan is hij electric type. Dat is wel kloten. Hij likt en is hij paralyzed. Maar ja, hij is ook paralyzed. Dat hij raakt bij elektrobus aan. Dat moet je niet doen. Als je elektrobus aanraakt, moet je paralyzed. Nou, dat is weer normal type. Top. Dan kan ik weer een tandenpunch geven. Doem. En daar gaat hij. Doei, Kecleon. Want Kecleon heeft namelijk. Als je hem aanvalt met een elektrische aanval, wordt hij electric type. Val je hem aan met de water, dan wordt hij water type. Enzovoort. Goed, dan gaat de Severpur. Severpur is volgens mij poison of normal type. Dus ik ga Jiraiya erin gooien. Ik heb niet veel gedaan met Jiraiya. Of Jirafa heet die per ongeluk. Volgens mij. Nou ja, goed. Jirafa. Ik wil een Jiraiya. Jiraiya! Psychic! Oh, yes, ik zei het al super effective. Want Severpur is gewoon poison type. Doei Severpur. Lekker gedaan. Jiraiya. Of Jirafa.
Jiraiya, lekker. Doei, Beauty Jessie. Toch, ik vind die zo lekker hoor. Een beetje raar, een raar gezicht heb je. Oh, ik krijg mijn telefoonnummer. Oh my god, heb je nou ook weer. Oké, we gaan naar Mount Pyre. Oké, laat me raden. Ik moet ze volgen naar Mount Pyre. Dat is denk ik de bedoeling. Ik zet trouwens mijn Flamie even vooraan. En Icy als tweede. We gaan het even zo doen. Nee, ik wil eigenlijk... even kijken, Bruce even vooraan hebben een beetje. Dus op tweede. Misschien eens een double fight hebben dat ik Bruce heb, weet je wel. Oké. Helemaal top. Zink. Die mountain, die is volgens mij hier beneden. Dus ik weet, dat weet ik wel. Volgens mij is dat hier. Hij doet surf. Wat voor ik dat ga doen, ga ik eerst even terug. Ik ga even naar het volgende stadje, want die is ergens... ergens hier zo. Ja. Oh, fuck. Nee, oké. Holy shit, een pinscher. Holy shit, ik vind pinscher zo cool. Vroeger vond ik hem echt zo baas. Ik vond dat Scyther ook altijd heel cool. Maar alleen, hij is niet zo sterk. Normal types zijn gewoon niet echt iets voor de Pokémon League, namelijk. Of dit is Bug type. Bug type ook niet echt. Dus dat is iets wat jammer is. Weet je wel, sommige types, als ik zo... Ik wil zich heel graag een Slaking hebben, weet je wel. Die van de vijfde badge, die mijn vader had. De hele sterke. Maar het probleem daarmee is alleen, is dat in de Pokémon League, ja, je hebt gewoon een soort types waar je tegen moet vechten. En als je dan met een, what the fuck, Hyper Potion als trainer, why? Dat is nog critical hit, bitch. En vind ik het gewoon jammer dat, zeg maar, dat je weet, een normal type komt dan gewoon niet zo heel erg ver. Dat vind ik wel jammer altijd. Figuroth. Kijk, dit is een normal type Pokémon. Het enige Pokémon die echt sterk was, toen die Zangoose, weet je wel, van die ene trainer voor de Pokémon Gym Leader 5. Die slash van hem is zo sick. En dit is ook echt een fucking coole Pokémon. Oh, Zangoose. Hey, Uzo is niet super effective. Oké, uproar. Making uproar. We gaan te schreeuwen als een aap. Boom, afpakken. Lekker hoor. Hey, Jiraiya doet lekker hoor met twee psychics. En hij is dood. Boom. Jiraiya, level 29. Oh man, die Jiraiya. Ik ben zo blij dat ik hem ving, hè jongen. Ongelooflijk. Gewoon een fucking legendary Pokémon. De eerste die ik heb. En misschien ook voor die Suicune gaan ook, weet je wel. Lilico City. Jezus, man. Oh, dit ken ik. Deze stad ken ik helemaal niet, ouwe. Ik weet zo weinig van deze Pokémon, zeg maar, als je zeg maar, steeds verder komt. Want dan moet je eigenlijk zeg maar, veel spelen om zo ver te komen. En meestal, als ik series doe van Pokémon, dan hou ik op naar 5, 6 episodes. Weet ik. Sorry, ik kan er niks aan doen. Ik vind het ook heel kut. Zo'n lepeltje. Ah, naast mijn koffie op. Jammer de bammer. Oh, nee. Hey, May. Oh, hey. Dit aan het shoppen. Ja. Past. Ik heb heel veel dolls en posters gekocht. En Pokémon. Ik heb Pokémon gevangen. En ik heb ze goed opgevoed. En, ja. Oké. Als we even kijken hoeveel het is. Ze zeggen, ja, ik heb mijn Pokémon goed opgevoed. Goed getraind en zo. En ik wil het je best laten zien. Maar dan moeten we battelen. Oké. Nou, dat is geen probleem. Nee. We gaan wel battelen. Tropius. Oeh. Een vlieg. Met gras. Nou, helaas voor jou heb ik Type Lotion. Oftewel Flamie vooraan. En Flamie doet Flamie op gras. Dat doet nogal pijn. Ja. Dat bedoel ik. Bijna dood. Wel coole Pokémon, Tropius. Ik vind het ook wel een vette mix, weet je wel. Dat hij ook fly is. Hij kan ook vliegen, zeg maar. Door die bladeren op zijn rug, weet je. Ik vind het best wel dope. Dat is wel een dope Pokémon, vind ik dat. Maar ja, helaas. Flamie. Gaat je two-shot dan. Flamie is ook al level 37, hoor. Goh. Flamie is lekker bezig met zijn kraagje. Hij is een PIMP. Level 38 hoor. Lekker Flamie. Combusken. Combusken is de vuur Pokémon. Staat nog steeds in de derde evaluatie. Volgens mij moet hij nu level 34 zijn of zo, toch? Blaziken wordt wel heel sterk van haar, dat weet ik. Ik vind Blaziken ook een hele gaaf Pokémon. Ook in de serie, jongen, als mensen daar Blazikens hadden. Ja, level 34, zei het toch? Zo cool is dat, die Blaziken. Dus een Blaze, die high jump kick. Weet je wel, die Blaze kick, jongen. Het is zoveel damage. Holy shit. Maar, Icy die one shot wel voor deze Combusken. Want Surf natuurlijk veel damage. Was bij 100 en hij raakt altijd Ludicolo. Ludicolo is die rare Pokémon van haar die ze heeft. Dat is die water- en grassoort. Dus dat is echt heel irritant. Dus wat ik ga doen. Oh nee, wat doe ik nou? Water-grassoort. En dan gooi ik Gadget erin. Die is Fly type. En Stone. Ik wil Fly doen tegen het gras. Oh my god, Ludicolo! Ik vind hem wel heel cool, deze Pokémon. Dan ga ik Fly doen. Oh ja, ik heb een Fly geleerd. Ik kan Fly gebruiken om dit Astonish, ja. Boom! Yeah! Super effective, bitch! Nature Powder, de Swift. Ik vind het zo dom, die Swift. Het doet helemaal Swift tegen mij.
Oké, ik ga nog één keer fly doen. Woepoep! Ga ik in de lucht. Want zodra je in de lucht kan je niet geraakt worden. Tenzij je dus een elektriciteit aanval hebt zoals Thundershock. Want die komt vanuit de lucht, hè. En Thunder. Dan raak je hem dus wel. Maar goed, we hebben hem gedaan. En ik ben al hit. Ludicolo gaat neer. Ludicolo. Die Pokémon is zo cool. Je moet een keer een filmpje zoeken hoe die praat. Het is echt super grappig. Pelipper. Pelipper is de vlieg plus water Pokémon. Dus elektriciteit heeft daar ongelooflijk veel effect tegen. Hoi, Yellowstar erin. Ik vind het trouwens heel leuk. Heel veel jullie zeggen heel erg tevreden over Yellowstar. Dat Yellowstar de goede vervanger was geweest van mijn Electrode. Die Sparky heette. Dus daar ben ik heel blij mee. En heel veel mensen weten ook wie Yellowstar is. Natuurlijk van Fnatic. En Pelipper oprotten. Weer die fucking protect. Ik haat dat doen die Pelippers. Hup, Thunder Punch. Boom, recht in de face. En meestal is het een one-shot, want het is dubbel super effective. Dus keer 4 wordt dit en het is ongelooflijk sterk. Boom, shakalaka. Yellow Stars level 36. En Screech. Wil je even Screech ruimte maken? Nee. Ja, geen Screech. De Screech is zeg maar een groot geel. Auw, dat dus, ja, zoiets. Man. Nou, Pokémon, we hebben gewonnen. Dankjewel mee voor je doekoe. Nee, ik ben denk ik terug aan de Little Root. Ik heb een hoop Pokémon en Pokémon is gewoon lang. I'm going home to show my dad. What are you going to do? Ja. Oké, zeg dat de Pokédex werken. Zij zegt, oh, jij gaat je gym fixen, je gym badges en daarna de Pokémon League halen. Ja, dat is pretty much wel wat ik wil gaan doen. Ja, dat is wel de bedoeling. Oké. Goed, ik zag daar boven een Team Aqua lopen. Dus wat de fuck heeft dat te doen? Wie is de fucking van Team Aqua? Die maken zal de wereld overnemen. Beter voor de Pokémon. Oh, heb je hem weer met die Sharky. Yo, Sharky. Het lijkt erop. Oké, nou, het lijkt er wel op. We gaan eens even zoeken, jongens. Ga niet naar de cave in de cove. Oké, top. Oh, man. Oké, ik heb een berry gekregen. Hou je back, man. Oké, je moet niet naar de cove gaan. Dus niet naar het strand. En niet in die cave gaan bij het strand. Oh, kijk eens aan. Easy gevonden. Kijk, daarom moet je altijd proberen als je Pokémon speelt te praten met Team Rocket, Team Magma, Team Aqua. Mensen die er een beetje anders uitzien dan anderen. Want meestal hebben die dus iets te vertellen. Over waar je heen moet gaan. En dat is wel leuk voor Pokémon. Yo, what's up? Wat wil je met Team Aqua? A business needs. I'm going to set up. Where did he go? Haha, die dingen tell you something crucial. Oké, die baas is er niet. Maar volgens mij is hij dus bij daar beneden. Weet je wel waar die eerste Team Aqua's heen zagen lopen? Toen ik hier naar het stadje toe kwam. Volgens mij zitten die gasten daar. Maar, helaas. Voordat ik dat ga doen, jongens, ga ik hier bij de video afsluiten. Zie ik je graag in de volgende video zometeen. Dankjewel voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je hem awesome vond. Laat me nog even weten wat je vindt van Pokémon. En of ik eigenlijk volgende keer weer een Pokémon-serie moet doen. Mensen, wil je dan kort kijken? Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het leuk vond. En peace.